Welkom bij Burnout, tijd voor een U-bocht. In deze eerste video wil ik duidelijk maken wat er precies aan de hand is wanneer je een burnout hebt. Als psycholoog en massagetherapeut begeleid ik mensen door een combinatie van therapeutische energetische massage met gesprekstherapie. De nadruk ligt op acceptatie van wat onveranderbaar is en herontdekken van het vuur in jezelf, in plaats van klachten te blussen. In 2018 publiceerde ik een boek over burn-out met als titel Burn-out, wat wil je mij vertellen? De ondertitel geeft het al aan. Het is essentieel om burn-out te zien als een boodschap van jezelf aan jezelf, met de bedoeling om jou iets heel belangrijks te vertellen. In de Engelse vertaling van het boek koos ik voor de ondertitel Time to make a U-turn. Tijd om een U-bocht te maken. Als therapeut maak ik vaak gebruik van metaforen. Dat zijn concrete beelden die helpen om moeilijke begrippen te verduidelijken. In deze video maak ik gebruik van het verkeer als een metafoor om de kern van burn-out uit te leggen. Meestal wordt burn-out voorgesteld als een energiestoornis. De benzinetank is leeg, maar het gevaar van deze te enge definitie is dat men de behandeling beperkt tot een bezoek aan een tankstation, of anders gezegd, men denkt de klus te kunnen klaren door voldoende rust te nemen. Iemand met een burn-out is inderdaad fysisch, psychisch en emotioneel uitgeput, maar er is veel meer aan de hand. Tijd om dieper te graven en onder de motorkap te duiken. Ik beschouw burn-out eerder als een identiteitsconflict, een botsing, een verkeersongeluk, ontstaan door onverenigbaarheid tussen jouw rijstijl als chauffeur, het rijgedrag van andere weggebruikers, het wegennet en het verkeersreglement. Of vertaald naar jouw situatie, burn-out is een conflict tussen jouw wensen en verwachtingen en die van jouw omgeving. Je hebt een rijinstructeur nodig, een burn-out coach die jou begeleidt bij het ontdekken van een rijlevensstijl die beter bij jou past. Je dient jouw GPS opnieuw in te stellen en te richten op bestemmingen die voor jou belangrijk zijn. Acceptatie van onaangename aspecten van het leven is ook een essentieel aandachtspunt. Jouw levenspassagiers zijn de jouw gezinsleden, vrienden, collega's, je baas, zijn immers niet altijd in staat of bereid om zich te verplaatsen in jouw situatie. Je staat dus voor een dubbele opdracht die we kunnen voorstellen als een U-bocht. Je moet die U-bocht niet letterlijk nemen in de zin van precies het omgekeerde te gaan doen in je leven van wat je tot nu toe hebt gedaan, maar besef wel dat je drastische veranderingen dient aan te brengen. Een burn-out vraagt om een grondig onderhoud en niet om een snelle fix, want voor je het weet sta je weer opnieuw op de pechstrook. Ten tweede betekent een U-bocht dat de focus op jou ligt. Jij moet een bocht maken. In het Engels wordt U-bocht vertaald door U-turn. Jij bent aan de zet, jij bent aan de beurt. Het is dus cruciaal om af en toe de passagiersrol te verlaten, kruip zelf achter het stuur en word de chauffeur van jouw leven. Ten slotte is het noodzakelijk om jezelf hiervoor voldoende tijd te gunnen. Geef niet toe aan de druk van buitenaf en of je eigen ingesteldheid om zo vlug mogelijk weer aan de slag te gaan. Aanzie burn-out in die zin ook als een verkeerslicht dat na een tijdje op oranje springt. Dat betekent dat je weer wat energie hebt, maar die is niet bedoeld om weer in het verkeer te gaan rijden, maar wel om te parkeren op een rustige plek die jou de gelegenheid geeft om de nodige inzichten en vaardigheden te verwerven om vervolgens nieuwe wegen te verkennen en of vertrouwde trajecten op een andere manier te ontdekken.
Alle wegen leiden naar Rome. Maar misschien beslis je onderweg wel om helemaal niet naar Rome te rijden. Geloof me, het wordt een moeilijke, uitdagende, maar zeker ook boeiende ontdekkingstocht. Veel succes!